Bij het ene laatste kerstproject op de dinsdag met Teddy B. Vandaag gaan we aan de slag met een hert. Nou, dat was uh, vrij duidelijk. Dit hert is een houten hert. Het is vrij dik. De zijkanten zijn van goud. Is kant-en-klaar en aangeschaft bij een van de grootste goedkope grootgrutters in Nederland. Dit hert wil ik gaan bewerken door hier een tekst op te zetten. Nou is dat niet zo spannend, want dat hebben we in de afgelopen weken vaker gedaan: dat we met Arenam-materiaal uh, of met vinyl iets op hout zetten. Je kunt in dat geval de tekst gewoon kiezen, de afmeting bepalen door er simpelweg een lineaal bij te pakken. Of een meetlat, rolmaat in dit geval, en te gaan kijken hoe breed is die nou precies. Nou, in dit geval zit hij op uh, bijna 11,5 centimeter van uh, kop tot kont. Zijn rug is op het hoogste punt. Oh. Voorzichtig. Op het hoogste punt is die bijna 5 centimeter. Maar ja, hier weer wat hoger. Hier weer wat korter. En dat uh, bepaalt meteen even mijn probleem. Ik wil namelijk geen recht-to-recht-aan tekst die hierin past. Ik wil eigenlijk een tekst die ik mee kan laten vormen met de ronding van dit hert. Dus met de uh, bolling van zijn buik en hier de holling van zijn rug. Zijn borst is rond, zijn billen ook. Ja, als je daar iets op aan kunt passen, dan ziet het er helemaal echt professioneel en totaal niet eigen gemaakt uit. Um, al is dat niet mijn doel om het er niet eigen gemaakt uit te laten zien. Want hey, dat mag voor mij altijd. Mensen moeten kunnen zien he, dat jij ergens tijd en liefde in hebt gestopt. Maar het is mijn bedoeling in ieder geval om het wat meer aan te passen aan het onderwerp zelf dus. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, wat je kunt doen is hem um, of helemaal uitmeten. Uh, breedte: 2 mm hoger is hij zo breed, zo breed, etc. Lengte ook. En in dat geval ga je dat allemaal invoeren in Design Space. En ben je over een uur klaar om te gaan starten. Dat is een beetje zonde van je tijd en het is niet nodig, want het kan zoveel makkelijker. Met behulp van een aantal apps. Sowieso met de Cricut Design Space app en met één app van buitenaf: Magic Eraser. Daar gaan we mee starten. Ik ga overschakelen naar het uh, beeldscherm van mijn mobiele telefoon, want daarmee doe ik dit soort dingen en eh, dan kunnen jullie zien hoe eenvoudig dat gaat. Nou, op mijn mobiel aangekomen ga ik rechtsonderin eerst mijn camera openen. En met mijn camera maak ik een foto van het hert. Dus een Beetje gewoon erboven hangen, proberen om zo min mogelijk schaduw te hebben en ik druk op afdrukken. That's it, die foto staat nu in mijn fotorol. Ik sluit mijn app weer en ik ga naar de app Magic Eraser. En Magic Eraser is een app waarmee ik achtergronden weg kan halen. Hij opent mij automatisch in een nieuw project waarbij hij mijn laatste foto laat zien. En ik selecteer dus die foto van het hert. Daar is die. Ik maak hem een beetje kleiner door hem te kroppen met de methode die hij mij aangeeft: hè, dat je die sliders naar beneden of boven kan trekken. Hartje in het midden, helemaal prima zo. Ik klik op Done en nu kom ik in het echte bewerkingsscherm. Links onderin staat nu een soort van Magic Wand geselecteerd. Die is nu oranje. Ik klik daarop en vervolgens kan ik op de uh, stukken die ik niet wil selecteren en die haalt hij weg. In dit geval haalt hij ook iets te veel van mijn hert weg. En helemaal onderaan zit een slider, die staat nu op 20%. En die ga ik een beetje um, verkleinen zodat hij wat uh, weer terugzet van dat hert. Huppatee. Hij maakt mijn Magic Wand dus wat minder heftig als het ware. Nou, dit is al heel erg goed. Ik wil alleen net wat meer contour nog op die buik hebben zodat ik dat ook duidelijk heb. Dus ik zoom in met twee vingers. Ik selecteer met mijn vinger door het beeldscherm vast te houden de boelzaai en daarmee kan ik de kleur selecteren die ik niet wil. Ik laat los en hij haalt het vervolgens weg. Helemaal perfect. Nou, ik maak mezelf niet zo heel veel zorgen over kleine stukjes die achterblijven, want die is bij dit project totaal niet van toepassing. Want het gaat mij alleen om de contour van het hert, zodat ik weet waar ik naartoe moet werken met mijn letters. Dus dit hoeft helemaal niet zo spectaculair. Maar je ziet, je kunt hier best wel goed mee uh, schoonmaken. Vrij eenvoudig. En op het moment dat ik er wat meer tijd aan zou besteden, dan zou dat um, um, keurig schoon worden zodat je het echt. Perfect in detail zou kunnen gaan snijden als je zou willen. Even kijken, dit is wat mij betreft voldoende uh, om hem nu te gaan gebruiken. Dus ik klik rechtsbovenin op de exportfunctie. Ik klik om hem op te slaan als PNG, dus met een transparante achtergrond. Dat is het rechter plaatje. En ik kies voor hoge resolutie. Vind ik wel zo fijn. En dit plaatje staat nu opgeslagen in mijn Fotorol weer. Dus ik sluit de app weer en ik ga nu naar mijn Cricut Design Space app. En in mijn Design Space app ga ik vervolgens een nieuw project starten en ik kies meteen voor uploaden. Ik selecteer uit de fotobibliotheek. Ik kies voor de foto die we net gemaakt hebben van dat hert. En ik kan hem hier nog verder schoonmaken als ik zou willen. Maar ik klik eigenlijk meteen op volgende. En het enige wat ik ga doen is dat ik onspikkelen even aanzet. En dat ik met de slider die hier onderin zit even die witte ruimte wat verder weghaal. Nou, zoals je ziet, de outline die je nu ziet, is wel een beetje korrelig. Maar dat maakt voor mij dus niet uit, want ik weet wat ik heb nu uh, om mijn letters op te zetten. Ik kies op volgende. En ik sla hem op als print and cut. Dus ik selecteer de rechterfoto. Op dat moment zie ik namelijk door de kleur exact wat de rand van mijn hert is. En wat uh, witruimte is of wat vuil is op de foto, zeg maar. Nou, ik geef hem mijn naam hert. Dan... Hij moet even denken. En hij is opgeslagen. En hij staat nu in mijn in te voegen bestanden. Oh, hij kan hem niet invoegen. Maar dat maakt in dit geval niet uit. Want hij staat gewoon in mijn images. We gaan nu overschakelen naar mijn computer. Want het is wat makkelijker werken. En ook wat beter te zien voor jullie. En dan ga ik jullie zien hoe we hem daar dus in kunnen zetten. In Design Space aangekomen heb ik dat rendier. wat ik zojuist in mijn images heb geüpload. Op mijn canvas gezet. En je ziet, ik heb hem als print and cut opgeslagen en daardoor zien we exact um, de uitlijn, want we zien de houtskleur als het ware. Eromheen zie je nog een beetje troepjes, hè? dat is dus gewoon de kleur van mijn bureaublad en hier de schaduwrand van het hert, maar die hebben we niet nodig. We hebben alleen maar deze lijnen nodig van de houtskleur. Perfect dus. Wat we wel even gaan doen, en dat is handig uh, uh, of belangrijk zelfs om te doen, is even het hert, buiten beeld in dit geval doe ik dat dus, te meten van kop tot, uh, nou ja, kont in dit geval niet, maar tot onderkant van zijn pootje. Dus ik pak het hoogste punt van zijn gewij en ik meet tot aan de zool van zijn linkervoorvoet, want dat is het laagste punt in dit geval van de afbeelding. En dat is in mijn geval exact 19 centimeter. Dus ik ga het hertje in dit geval ook hier 19 centimeter hoog maken. Hij past zich in verhouding aan. Dus dan weet ik meteen dat iedere tekst die ik hier op maak exact gaat passen op dat hertje. Makkelijker kan ik het niet maken. Nou, ik zet mijn hart even buiten beeld hier aan de kant, zodat ik er niet over struikel met mijn hand. En we gaan de tekst maken. Nou, het leuke in onze familie is dat wij de familie Reinders heten. Dat hebben jullie in een eerder filmpje wel eens zien voorbij komen. op het moment dat ik dat bord maakte. Dus op dit hert, dit reindeer, ga ik ook Family Reindeer zetten. in dit geval in plaats van Family Reinders. Dat is een leuk grapje. Gaat iedereen bij ons thuis waarschijnlijk om lachen. Dus ik ga eerst um, Family doen in het Engels. En dan gaan we even een leuk lettertype bij zoeken. Ik zet mijn hert even aan de kant. Let het type omhoog. En ik ben altijd een fan geweest van Magnolia. Ik heb het de laatste tijd niet echt heel veel gebruikt. Maar ik ga het gewoon weer een keer doen. Family. Ik ga hem even degroeperen. En dan gaan we hem een beetje aanpassen naar nou, eigen smaak. Family. Nou, hoe ik het leuk vind. Maar ik maak hem nog niet vast aan elkaar. En dat ga ik ook doen uh, met mijn achternaam. Nou, daar maken we in dit geval dus Reindeer van. Maar die wil ik denk ik niet in Magnolia Sky. Even kijken. Wil ik die Magnolia Script toevallig? Want dat zou het wel heel makkelijk maken. Hmm, is wel heel recht natuurlijk weer. Misschien wel in Magnolia Sky. Gewoon een beetje kijken hoe dat uitpakt. Het nadeel is in Magnolia Sky vind ik eigenlijk alle letters wel heel erg mooi en ook hoe ik het graag zou zien, waren het niet dat ik de hoofdletter R en de hoofdletter F Allebei gewoon niet mooi genoeg vindt in dit lettertype. En dat zijn natuurlijk precies de twee letters die hier <laughs> van pas komen. Maar goed, Daar kan ik ook niks aan doen dat we zo heten. Zo. Nou, ik ga ze even allemaal selecteren: het woord family. En die ga ik even groeperen. En het woord reindeer ga ik even groeperen. Ik ga ze niet aan elkaar vastlassen nog, dat is belangrijk. Ik schuif mijn hert weer even terug in de buurt. En dan zet ik family erboven en dan zie ik al dat ik hem absoluut een stuk moet gaan verkleinen. En reindeer ook alvast even verkleinen en dan sleep ik die erin. Oké, okay, family nog iets kleiner en die ga ik nu degroeperen. Ik ga de F een beetje draaien naar beneden zodat hij erin past ik zie nou dat hij hier gewoon keurig tegen de hals aan ligt ah, ook een beetje draaien en dan ga ik de letters een beetje aan de kant trekken zodat er een beetje een ruimte ontstaat en ik kantel de letters een klein beetje zodat ze dus een beetje met ja, de flow van um, het hert meelopen als het ware. Hè, met zijn halslijn in dit geval. Een beetje hoger of lager zetten. En dit is echt persoonlijke voorkeur, jongens. Um, de een vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. Daar is niks uh, van te vinden. Ieder zijn ding. Een beetje met het puntje van de i, wat ik natuurlijk wel moet zorgen dat dat op het hert terecht kan. En hier kom ik nu met die L. Die ga ik toch nog een beetje groter of kleiner maken. Die had ik in het begin ook al kleiner gemaakt. Kijk, en ook al is dit nog niet helemaal naar mijn uh, smaak, je ziet wel dat het woord zichzelf past aan de curve van het hert. Nou, hier gaan we dat ook doen. Ik ga deze ook degroeperen. Ik ga die R wat kantelen. En hier neerzetten. En de letters wat omhoog halen. En het is ook een beetje passen en meten, hè? want ze moeten ook nog eens een keer in elkaar passen, allemaal. De bovenste letter en de onderste, en ook dat wil je allemaal op een leuke manier. Mij betreft mag die er echt nog wat meer gedraaid. Is dus nog even een kleine uitdaging hoe ik dit nou precies ga zetten dat ik het echt mooi vind. Ik ben er nog niet helemaal van onder de indruk. Al um, kan ik het natuurlijk ook Nog een beetje aankleden, zometeen met andere elementen. Ik hou nu een beetje witte ruimte over, zoals ik dat normaal zou noemen. Al is het in dit geval dus houtkleurruimte die ik overhoud. Zoals hier. En hier in het been of het hoofd, bij wijze van spreken. Die kan ik opvullen door hier natuurlijk kerstelementen in te voegen. Net wat je zelf leuk vindt, ook daarin. Dus ik ga eens op zoek naar. Um, even kijken, ik wil die i nog wat hoger. Je moet er soms ook gewoon even, even niet naar kijken. Even wat anders doen in de tussentijd en dan even daarna weer terugkijken, zeg maar. En dan zie je opeens wat beter. Soms wat je leuk vindt of wat je anders zou willen. En ik wil hier inderdaad nog iets hebben. Ik denk iets van een kerststerretje of zo. Dus dat hoeft niet zo heel spannend te zijn. Om te zorgen dat dit nu allemaal niet verschuift, trek ik mijn hert heel even aan de kant. Selecteer ik dit. En groepeer ik het allemaal even. Zo. Hertje weer terug. Waar zat hij? Zo zat hij. Goed zo. Nou, en dan gaan we eens even naar een plaatje zoeken. Star. Oh, hij zoekt nog in mijn geüploade images. Dus nu laat hij Star Wars zien. Die wil ik natuurlijk niet. Ik wil een gewone star. Of nee, nog beter. Ik wil een snowflake. Want dan heb ik zo'n mooie gedetailleerde. Ja, dit is inderdaad wat ik bedoel. Nou, welke is dan leuk? Ik wil hem niet te ingewikkeld maken. Het moet een beetje een simpel ideetje blijven. Dus ik vind deze wel leuk. Of deze. Invoegen. Uh, nee, deze is met de stokker. Dat zie ik meteen al. Dan kan ik deze, en deze kan ik uit, uh, hoeft niet uit zwart gemaakt te worden, die kan ik eventueel uit goud maken. Want jullie zagen al dat uh, de zijkant van het hert is van goud in dit geval. Nou, hoe kan ik dat het beste een beetje simuleren? Zo, nou, lijkt net goud. Ja, kijk, daar word ik al veel blijer van. Repetee. Nou, ik ga op de achtergrond zelf dit nog wel een beetje schuiven, et cetera, voordat ik dit daadwerkelijk ga maken. Dus het eindresultaat zien jullie ook niet vandaag, want nou, ik wil er gewoon nog een beetje aan schuiven. En voor iedereen is het natuurlijk anders. In dit geval uh, vermeld ik er wel even bij, ik ga dit snijden uit normaal vinyl. Uh, dit houten hert heeft namelijk een heel mooi glad oppervlakte. Uh, dus daar kan gewoon normaal vinyl op. Het is voor eenmalig gebruik. Volgend jaar maak ik er misschien wel weer wat anders op. Dus dan werkt dat meer dan prima. Dus als ik dit nu zou gaan maken, in dit geval, uh, op het moment dat ik er tevreden mee ben, dan uh, verberg ik het hertje even. Zo. Dan uh, selecteer ik alle letters even. En omdat ik. De sneeuwvlok in dit geval uit goud wil snijden, hou ik die heel even apart. Maar ik selecteer deze dan allemaal. En op het moment dat ze staan zoals ik er content mee ben, kies ik voor lassen. Op dat moment zitten ze namelijk gewoon keurig aan elkaar vast, zitten er geen snijlijnen in de letter zelf nog en worden ze zo gesneden. Dus als ik nu dan naar maak het zou gaan, dan zie je ook op mijn mat dat hier dit woord eh, of die woorden in één geheel zitten, dus hij snijdt ze in één geheel. Je kunt hem in één geheel oppakken, plakken, werkt perfect. Dus, um, ik laat jullie het uit resultaat later nog even zien. Misschien dat ik hem wel nog even ga snijden, dat we even kunnen kijken hoe wat of waar. Um, we zullen het zo zien. Oké, okay, daar zijn we. Ik kon het niet laten. Ik heb hem toch gesneden. Want ik wil jullie toch een soort van eindresultaat laten zien. Ook al ga ik hem straks misschien toch weer aanpassen. Maar dat maakt niet uit. Daardoor kun je ook zien dat je dingen dus gewoon heel makkelijk kunt testen en kunt aanpassen. Want onderaan de streep kost het me zo'n klein stukje zwart vinyl. En een stukje glitter heb ik in dit geval gekozen. En omdat ik helemaal van de zwart ben deze kerst, um, heb ik niet goud gekozen, maar bedacht ik me midden dat ik hele mooie glitter uh, vinyl heb in het zwart. Dus die heb ik nu gebruikt. Ik heb hem alvast even gepeld, want daar gebruik ik namelijk mijn bright pad voor. Um, als je namelijk glitter vinyl of glitter iron-on snijdt, zodra je het van de mat afhaalt, je ziet werkelijk waar niet meer. Wat je gesneden hebt, waar je gesneden hebt, etc. Dus wat doe ik? Ik gebruik mijn Bright Pad van Cricket. Die geeft licht. Zodra je daar Cricut um, uh, glittermateriaal op legt. Dan komt het licht door de snijlijnen heen en kun je perfect pellen. Het is alleen een proces wat lastig te laten zien is op beeld. Want doordat hij licht geeft, slaat mijn camera automatisch alles donker. Uh, omdat hij dat wil compenseren. Dus vandaar dat ik dat even buiten beeld heb gedaan. Belangrijk punt hierbij is. Ik heb um, een transfertape erop zitten. Dit is cricket transfertape. Dit is Strong Grip transfertape. Glittermateriaal gaat met normaal transfertape niet van je dragen loskomen. Dus vandaar dat dit materiaal er is. Dit materiaal herken je doordat het paarse lijnen heeft. Zo. En uh, dit moet je nergens anders op willen gebruiken dan op uh, glitter. Want anders krijg je het namelijk niet meer los en dat is zonde van je werk. Dus puntje van aandacht. Nou, ik leg deze even aan de kant. We gaan eerst even de letters doen. En ik ga beginnen om de buitenrand er gewoon omheen weg te halen. Ik heb dit keer gesneden uh, niet op de stand washi sheet zoals jullie normaal van mij gewend zijn. Maar gewoon op de stand vinyl. He, dat uh, werkt ook prima. En ik ben in de tussentijd op zoek naar een schaar. Even kijken. Ik heb op de een of andere manier mijn kleine um, Cricut schaar, die ik altijd gebruik, misplaatst. En ik moet heel eerlijk bekennen: misplaatst betekent waarschijnlijk gewoon dat hij echt vlakbij ligt. Maar het is hier momenteel zo'n troepje op mijn bureau met spulletjes dat hij daar waarschijnlijk gewoon ergens onder ligt. Uh, dus ik moet hoognodig op gaan ruimen nadat uh, uh, dit project klaar is voor de kerst. Zodat we straks weer nieuwe tutorials hebben waarin ik mijn spullen gewoon keurig voor handen heb. Even zien, verder met het volgende stuk. Zoals je ziet, ik knip soms delen uh, ertussen weg. Om te voorkomen dat ik in één keer uh, te veel vast heb wat dan per ongeluk terugvalt op je... Uh, uh, andere materiaal, met als gevolg uh, dat het daaraan vastplakt. helemaal met vinyl gaat dat vrij rap, want dan moet je echt gaan zitten opereren om iets los te krijgen, en dat voorkom ik liever. Dus dan knip ik tussendoor even een stukje weg. Net zoals nu. Hè. Ik knipte dit door met als gevolg dat ik nu alleen de onderkant weghaal. Zo. En hier ga ik dan verder met de bovenkant. Die kan ik hier vastpakken. Heel eenvoudig pellen. Keurig gesneden. Hele fijne stand ook om te gebruiken. Kijk, dit is dus wat ik bedoelde. Hij valt terug doordat ik hem liet schieten. Dan moet ik heel voorzichtig zijn. Nou, ik heb geluk. Hij neemt niks mee. Maar dat wil je dus voorkomen. Zo. Nou, alleen de binnenkantjes nog. Waar ik buiten beeld heel leuk dit probeer te doen om ze van mijn vingers af te krijgen zit. <laughs> Op mijn wijsvinger en mijn duim zitten nou alle binnenkantjes geplakt. Altijd fijn. Oh. <laughs> ik probeer hier. <laughs> de R, um, de binnenkant weg te halen, maar dat hoeft hij helemaal niet, want die is helemaal niet gesneden, dus daar prik ik even lekker met mijn pijlhaak in, beetje zonder weer. Nou, dat krijg je dus op het moment dat je niet helemaal gefocust bent. Nou, alles gepeld, even de restjes van mijn handen afproberen te halen, en dan pak ik er even een stukje uh, transferthee bij. Die leg ik er overheen. Heb het zo afknippen, een beetje aanvrijven en dan ga ik. Uh, ik draai hem altijd om, dus dan haal ik de drager altijd van de transfer af in dit geval. Dat werkt namelijk veel makkelijker. En hij komt ook keurig in één keer los. Zo, en dan kan ik hem gaan plaatsen op mijn hert. Ik ga er even bij staan. Want ik moet even van bovenaf kunnen kijken waar die nou precies moet komen te liggen. Zorg dat ik hem in de hoekjes vasthoud. Zo, die zit goed aan Misschien nu ik hem zo zie, vind ik hem eigenlijk best wel leuker dan dat ik net op beeld dacht. Dus misschien verander ik hem niet eens. Dat zou ook leuk zijn, toch? Nou, Je transfer, omdat je denkt dat alles goed vast zit. Je transfer leg je helemaal vlak. En daar bedoel ik mee: je trekt hem omhoog, helemaal plat doe je hem erop. En dan ga je heel voorzichtig haal je hem weg. Je doet het met hele langzame bewegingen om ervoor te zorgen dat als er iets omhoog komt, dat je het terug kunt duwen. En dat het niet scheurt doordat jij doortrekt. Nou, in principe blijft dit eigenlijk keurig liggen. Hier en daar. Ik duw het even aan voor de zekerheid gewoon. Dit is nog geen eens omdat het er los op ligt. En ik zie dat ik één stukje ben vergeten te pellen. En dat is ook het voordeel van vernieuw. Dat kun je dan dus gewoon achteraf nog doen, omdat het er niet permanent op zit. Hier in de R zit nog. Kijk. Hoppatee. Die moet er nog uit. Nou, die zit. En dan pak ik hier het sterretje. Ook hier. Zorgen dat je hem drager omhoog haalt. Nou, ik moet hem nog even aanduwen denk ik. Um, een schraper. En dit kan best wel even een vervelend klusje zijn hoor. Glitter vinyl is nou eenmaal gewoon en glitter iron on ook. Het is gewoon eenmaal niet makkelijk om mee te werken, of tenminste. Ik vind het in ieder geval van niet. Ik vind het niet altijd even leuk ook. Maar kijk, ik heb hem aangevreven en dan komt hij in één keer wel los. Dus het valt mee. Nou, leggen we hem neer. En dan plaatsen we hem erbij. Hoppatee. Nou, moet ik zorgen dat ik mijn tape, ik liet hem vallen erop. De transfertape. Maar die viel nu dus ook over mijn andere vinyl heen, die er al op zit. Ik moet ermee oppassen dat ik hem voorzichtig eraf haal. Niet dat ik zo meteen dat mee omhoog trek met dat strong grip transfertape. Hoppatee. Nou, misschien dat ik hem zo laat. Misschien ook niet, dat je volgende week opeens andere foto's voorbij ziet komen. <laughs> maar dat maakt niet uit. Dit is in ieder geval het idee wat ik hiermee had. En uh, dit is in ieder geval de manier dus dat je gewoon iets kunt fotograferen, zodat je een contour hebt en daar iets op kunt aanpassen. Hè, ik had nou de exacte maten, ik heb niks hoeven veranderen. Werkte ideaal. Dus, ik vind het stiekem toch een leuker project dan dat ik dacht dat hij uiteindelijk geworden is. Misschien dat ik hem nog een keer opnieuw snij, misschien met een ander lettertype. Uh, dat zien we vanzelf. Maar dit is het idee en ik hoop dat jullie hier ook wat mee kunnen. Ik ben heel erg benieuwd um, of jullie deze techniek kunnen toepassen en wat je hier zelf voor uh, mogelijkheden in ziet. Mocht je nou nog vragen hebben, laat het me vooral weten. Zet ze hieronder in de comments of stuur me een e-mail op mail.teddyb.nl Vergeet niet om de film te liken en... Dat je jezelf abonneert op mijn YouTube-kanaal. Je krijgt dan automatisch een update om moment dat er weer nieuwe tutorials of projecten zijn. Nou, ik werk toe naar het laatste project deze week. Um, op donderdag: het laatste project van de 12 dagen van kerstserie. Ik weet nog niet wat het gaat worden. Ik ga er nog over nadenken. Eén grote verrassing. Tot dan.